De nummer 17 van de Jupiler League Top Os op zoek naar eerherstel in de Euroborg tegen Groningen. Gedeeld koploper in de Eredivisie. Groningen nog altijd geplaagd door blessures. Matthijs, Selman, Van der Laak, Kruiswijk en Nerfland er om uiteenlopende redenen niet bij. Eerste kans van de wedstrijd is er voor Groningen. Suárez, tweede basispaas dit seizoen voor hem, kopt net over. Openingsfase is absoluut voor Groningen, maar daarna gaat Top Os, dat dus in slechte vorm verkeert in de Jupiler League, aardig meevoetballen. Aangevoerd door Van der Sloot, deze meneer. Captain, zoeken naar de lange mensen, wordt de bal teruggelegd. En daar is Safari met een prima schot. Een schot wordt dan geblokt notabene door zijn ploeggenoot Erik Kwekel. Aardige poging van de oudspeler van onder meer Rode JC. Ron Jans ziet zijn ploeg wel iets wegzakken in het verloop van die eerste helft. Levchenko valt dan ook nog uit. Voor hem komt Goran Lovre in de ploeg. Dit is een goede actie van de Zweed Rasmus Lindgren. Voorzet teruggewerkt en daar staat Seedorf. Die moet de 1-0 maken voor Groningen. Maar de redding is er van doelman De Vocht van Top Os. Prima teruggelegd door Juri Cornelissen. Seedorf, matchwinnaar op het kasteel tegen Sparta, krijgt hem er nu niet in. Weer Groningen. Lovre, man met veel loopvermogen. Uitwijken naar de linker en de rechterkant. Maar verliest in eerste instantie het duel met Van Dalen. Maar krijgt dan de vrije trap van scheidsrechter Jansen. Groningen dringt aan. 28e minuut van de wedstrijd. Cornelis achter de bal. Lindgren zoekt de eerste paal. En schampt die bal voldoende voor de openingstreffer in Euroborg. Prima goal van Rasmus Lindgren. Scoort niet al te vaak, maar deze kopte die bekeken binnen. Vrij aangesneden, vrije schop van Cornelissen. En Lindgren genoot alle vrijheid daar bij de eerste paal. Nauwelijks gehinderd door Reginald Faria. Het zijn drukke weken voor Groningen. Want over een week wacht ook die return in de Europa Cup tegen Partizan Belgrado. Een 4-2 achterstand goed gemaakt dient te worden. En dit is Top Os. Dat dus, zoals gezegd, af en toe brutaal meevoetbalt. Faria kruipt binnendoor bij Silva en rond het heel bekeken af. Mooie goal van de linkerspits van Top Os. Opsteker voor het elftal, dat in de Jupiler League al met 6-1, 4-1 en 4-0 verloor deze competitie. Maar nu dus in Euroborg, in de 36e minuut op 1-1 tegen FC Groningen. Vrije steekpaas, bekwaam afgerond door Faria. Gert-Jan Verbeek is op visite in Euroborg. Voetballiefhebber Puur Sang, de trainer van Heerenveen. In de tweede helft, goede start van de thuisploeg. Flederis met de voorzet, Suárez dan niet en Seedorf ziet zijn inzet gekeerd door De Vocht. Maar Ron Jans zal ongetwijfeld tekeer zijn gegaan in de kleedkamer, want FC Groningen presteert prima in de eerste minuten na de hervatting. Lovre. Beweging bij Suárez. Jonge Uruguayaan, talentvol, versiert de hoekschop voor de thuisploeg. Sanko mee, onder meer als sterke kopper. En opnieuw corner voor FC Groningen. Toch nog zo'n 10.000 toeschouwers in Euroborg voor deze bekerwedstrijd. Cornelissen. Van der Sloot voor zich, dat is geen verdediger. En dat blijkt uit deze actie. Begaat overtreding tegen de spits van Groningen. Druk op het doel, neemt toe. Uithaal, gekeerd door Faria. En dan krijgt Top Os die bal, maar die weg blijft De Vocht staan. En is het 2-1 door Suárez. Hij is beslissend geweest in deze week voor FC Groningen. De jonge Uruguayaan. Die zijn kansen nu natuurlijk gaat krijgen door de buikspierblessure van Nefland. Daar is hij attent en tikt hij de 2-1 binnen achter De Vocht. Groningen één keer bekerfinalist, dat was lang geleden in 1989. Toen verloor het van PSV. Maar nu wil die ploeg die kortste weg naar Europa graag benutten. Foutje achterin bij Top Os. Daar is weer Suárez. Af op De Vocht en dan schiet hij de bal op de lat. Misschien toch wat gemakzuchtig gedacht over deze grote kans. En dus nog altijd geen beslissing na die enorme fout van Regilio Jacobs.
Maar de koning kan ondanks die achterstand toch wel tevreden zijn over het optreden van zijn elftal. Zeker na die zeepart tegen Stormvogels Telstar van afgelopen vrijdag. Van der Sloot. Laatste kwartier van de wedstrijd. En Topos wordt wat brutaler. Grote kans voor Van der Sloot. Via Sanko de bal over de achterlijn. Maar Roorda moet al zijn organisatietalent aanspreken om de boel daar op orde te houden. Faria. Speler die makkelijk passeert, maar ook zo af en toe hele periodes in een wedstrijd totaal onzichtbaar is. En dit is een goede actie van invaller Shishin. En wel een prachtige poging. Bal raakt de onderkant van de lat. Het was de laatste grote kans van Topos in de slotfase. Groningen houdt de stand met 2-1 en gaat door naar de derde ronde. Mede door weer een belangrijke inbreng van deze Luis Suarez.